run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Hartelijk maandag, goedemorgen mensen en ik kom hier op kantoor. En er komt een postbode langs, dat is de vaste postbode, en die brengt gewoon een pakje. En het is een heel mysterieus, ongeadresseerd pakje. En daarin zitten pops. Pops van Diablo en een pop van World of Warcraft. En er zit een heel geheimzinnig briefje bij. Joop Peet en de rest. Omdat er veel te weinig Blizzard represent is in de gamecast. Het kerkte zijn twee PC Master Race Blizzard Games goed uit het hoge noorden. Nu heb ik een vermoeden van wie het is. Het zou heel goed Hielke kunnen zijn. Maar goed, we hebben een hele GN Noord gang. Maar er staat geen afzender bij. Dus wil degene zich melden? Want dat zou ik wel vet vinden. Oh, we moeten Halloween shit opruimen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk staan. Dus, maar super bedankt. Sowieso. Ze zijn echt awesome. Oh, dat is een Scullion-melder van Exiles. Jongens, dinsdag. Er is iets vreemds met de tuk-tuk. Er is vibe. Dus we zijn nu sowieso een Assassin's Creed tuk-tuk tour aan het plannen. Die zat er al aan te komen. We gaan er nog één doen in februari met een andere game. Maar er is nog iets groters aan de hand. Iemand die hem echt heel lang wil huren. Dus ik voel me nu een beetje een... Ik zit trouwens hier in mijn trainingspak trouwens. Ik voel me een beetje een tuk-tuk boer tegenwoordig. Dus ja, ik hoop dat ik de site nog kan runnen erbij. Nee, het is echt heel vet. Nou boys, we hebben het gelaunched. De eerste Let's Play van Rick zonder C. Ja hoor, dat was iets wat eraan zat te komen. We hebben hem gesproken en we vinden dat Rick heel goed kan Let's Playen. Dus dat gaat hij nu zo nu en dan voor Gamersnet doen. Gamersnet gaat het zelf ook doen, maar dan met de eerste 15 minuten van items. Omdat wij toch wel een beetje bij nieuwe games willen houden. Maar Rick gaat ook proberen om altijd iets met Gamersnet te doen. Een link te zoeken. Dus als het ergens over gaat in de koffieshow of... I don't know, dat moet hij zoeken. Want ja, we willen niet random video's gaan YouTuben. Maar het moet wel een soort van nieuwswaarde hebben. Dus dat gaat Rick ons mee helpen. En de eerste reacties zijn echt wel goed op zijn Let's Play. Dus goed gedaan, Rick. Toi, toi, toi. Nou, dudes, we staan dus bij Rauweld. En dat is dus een autotuner van Porsche. Hier staan Porsches. Dat is heel vet. En die hebben drie locaties in L.A., in Tokio en in Woerden. Echt waar, in Woerden. En dat is, die guy zit ook op de poster van Need for Speed. Dus hier hebben ze de launch party van Need for Speed. Het is heel vet, want hier staat sowieso een DJ. Nou, dat is al gezellig. Want iedereen gaat ook los, dat zie je. Gamers. En hier heb je dus de spuitbak. Hier worden dus auto's gespoten. En die hebben ze dus volgezet met consoletjes waar je dus op kan gamen. Dus hier gaan we een beetje Need for Speed gamen. En ik ga volgens mij eens in een politiewagen zitten. Wat heel vet is. Maar ik mag er niet in rijden, terwijl 2 jaar geleden mochten we er wel in rijden. Dus heb ik net al mijn beklag over gedaan, maar had het weer geen... Maar goed, maakt niet uit. Het is wel vet. Ga niet zoiets spelen. Dus een broodje papau wordt nu gemaakt. Vietnamese, toch? Vietnamese. Echt heel lekker, denk ik. Jongens, we zitten dus nu in een jaren... Hoeveel jaren? Jaren 40, 50, 70? 70 politiewagen. De sirenes staan ook aan. Je kan het zien buiten. Fucking vet. Dit is echt heel vet. En hij is ook heel erg mooi ingericht. Tenminste, het is echt zo'n oude... Kijk, het dashboard ook. Super vet. Echt... Oh, dit is helemaal handig. Oh, dit is helemaal goed. En je ziet ook, het interieur is ook echt heel erg mooi. Doet deze het ook nog? Ja. Die doet het ook? Ja. Is gewoon een bakkie. Ja, kun je doorpraten. Ja, en dan... Oh, de horen ze buiten. Oh. Wat vet. Hallo, geen paniek. Er gebeurt niks. U hoeft zich niet op te sluiten binnen. Nou ja, dat is ons politieritje. Echt heel vet. Eén melding was er bij jullie boven. Maar mijn collega is onderweg. Maar die is een half uur onderweg. Want we hebben niemand in de buurt. Kun jij checken of er nog iets is afgegaan? Want als zij dingen stelen, moeten ze dan niet iets versjouwen? Of dan moeten ze ook naar beneden. We hebben meerdere sensors.
En daar is het bij gebleven. Nou, dan hoor ik het straks wel van mijn collega. Maar hoe zit het met de verzekering? Als ik nu een half uur later ben, wordt de verzekering dan boos? Of er is iets? Wat... Oké, okay, want ja, wij wonen nou helemaal niet waar we werken. Oké, okay, dus het is 10 uur 's avonds. En ik zat eigenlijk te denken om vanavond met mijn vriendin gezellig in Almere gewoon niks te doen. Maar het alarm ging een uur geleden af op GNHQ. En ik was de dichtstbijzijnde persoon. Dus ik ben samen met Jessica, die daar op de bank zit, teruggereden. En wat blijkt, het alarm is afgegaan op de eerste verdieping bij de sensor die daarboven hangt. En ik heb even mijn detective skills erop losgelaten en er zat een spinnetje voor. Dus ik denk serieus dat ons alarm getriggerd is door een spinnetje wat gewoon voor de detector langs liep. Dus Peter, bij deze, dit is dus waarom we GNSQ schoner moeten houden. Want het werkt zo niet. Ik ga niet elke avond terug omdat er hier allemaal spinnen gewoon daar zo'n beetje aan het klimmen zijn. Ik heb verder de ramen ook nog gecheckt en er is helemaal geen point of entry. En alle dure dingen staan hier nog. De consoles, de televisie, de... dikke PC's, de special editions natuurlijk. Elke inbreker wil de special edition van Fallout hebben. Maar het was een spinnetje. Dus ik ga hem nog even opsporen. Hij is achter de detector geklommen. Om ervoor te zorgen dat hij het niet meer doet. Gaan we hem zo, denk ik, verbranden of zo. Of verpletten. Het gaat in ieder geval heel lang duren. Want hij heeft een avond geruïneerd. Maar verder, het was een leuk avontuur. Jammer dat we niet wat echte inbrekers in elkaar mochten slaan. Maar hey, geen excuus is veilig. Dus dat is het goede van dit verhaal. Nou, het heeft een week geduurd, maar eindelijk zijn we bezig met het loshalen van de Halloween-versieringen. Nakeo is echt supergoed bezig op het moment. Het is echt, dit is echt stagiair in optima forma. Hij is namelijk alle kleine webbing uit het grote web aan het halen. Is leuk werk? Nee. Waarom niet? Het duurt lang, het is irritant. Had je misschien niet eerst het grote web eraf moeten ja. halen? Ja. Okay. Maar ik ben zo'n persoon eerst doen dan denken. Is dat goed? Nee, moet allemaal weg. Moet echt elke keer geen pluisjes zien. Okay. Waren Daan en ik eindelijk op vrijdag een beetje tijd klaar? Dat gebeurt niet zo vaak. Break the camera down. Dus de touchscreen deed het niet. Dus we waren helemaal in paniek. Dus inmiddels wel weer gewoon 7:15. Dus we hebben een slaatje gehaald bij de appie. Heb je ook een slaatje? Lekker slaatje? Ja, die heb ik al weggekomen. Oh. De linkerbal. Hoekie, nou goed, maar... Het is gelukt, na heel veel gekloot. Maar, dus ja, nu gaat alle shit nu naar Akeo. En we hebben Lego gekregen. Hoe vet is dat? Dit is een, oh ja, dit is de nieuwe game level, de Portal. Dat is echt een level. Ik ga echt af wat dit kost trouwens. Geen idee. En dit is gewoon een poppetje van de Wonder Woman met de Invisible Jet. Wat gek is, want die zie je gewoon. En we hebben de Lego Movie Set. Wat kost dat eigenlijk? Dan gaat er eens even kijken op bol.com. Sorry, Bart Smit heeft in Nederland exclusieve rechten voor Lego Dimensions. Maar zo'n extra level, dat kost dus $32,99. En een fun pack, dus met alleen zo'n poppetje, dat is dan $15,99. Maar we hebben geloof ik al eens uitgerekend dat het allemaal €500 kost als je op het eind alles wil hebben. Maar zo'n levelpakket, hoeveel gameplay zit er dan in? Ja, een leveltje. Dan gaan we reviewen nu. Dat weet ik nog niet. Ja, bizar hè? Gewoon okay. Ja. Maar als met Disney vind ik die ook wel. Ja. Het is zondagnacht, 12:15. De review van Fallout 4 is af. Ik heb er 30 uur in gezeten deze week. En ik ga nu straks nog even verder, want ik kan niet stoppen. Er is zoveel te doen. Echt bizar. Het is zo fucking. Dus het was echt een heerlijk weekend. Het is daar echt in de Commonwealth, in de Wasteland, is het echt leuker dan hier gewoon. Hier moet ik alvast doen, zie je dat? Wat zeg je nou? Kijk je altijd op Games zitten omdat je dan een dag eerder je content ziet? Wat vet! Oh ja, nou helemaal goed. Misschien moeten jullie dat ook doen. En ons overal volgen natuurlijk.